Bijna is het zover. Met de voltooiing van mijn domein in zicht vinden duistere krachten hier langzaam hun plek. Verloren zielen jammeren vanuit het hiernamaals, terwijl alles door licht, muziek en zindering wordt gevuld. De vloer zal beven, de doden komen tot leven. Sterveling, volg mij als je durft. We staan hier op het Abdijplein en hier in de buurt komt binnenkort het kabinet der vermisten te staan. Dit is een groot aankondigingsbord waar vroeger monniken de laatste nieuwtjes in konden ophangen, maar waarin onder andere ook het internationaal muziekconcours werd aangekondigd. En in een later stadium heeft dit bord een andere functie gekregen, omdat de muzikanten die op de affiches zijn afgebeeld op een mysterieuze wijze hier in het gebied zijn verdwenen. De kast die dient nu als een herinneringsplek voor naasten, waarin de naasten persoonlijke spullen van de muzikanten hebben opgehangen. Denk hier aan krantenknipsels, foto's, bloemstukken, maar ook de instrumenten van de muzikanten zelf. Ja, voor het ontwerp van de kast hebben we eigenlijk met iedereen rekening gehouden. Dus de ervaring zal voor alle gasten hopelijk zoveel mogelijk gelijk zijn. Het is maar een heel klein object, maar je krijgt hier een wel heel goede storyline van het gehele gebied mee. En dat maakt het zo heel leuk. Een leuke toevoeging in het gebied. Dit venster naar hen die vermist zijn is nog maar een fractie van wat er jullie straks te wachten staat. Hier, buiten in het Huiverwoud, vinden dodende zielen geen rust. Luister naar hun machteloze poging om vanuit het graf jullie aandacht te trekken. Terwijl er een macabere viool van achter de muren klinkt. Sterveling. Ken geen zorg, want voor iedereen is er hier onheil genoeg. Deze week zijn we echt bezig met de laatste loodjes om alles bij elkaar te brengen. In grote lijnen staat alles. We zijn nu de details aan het afwerken. Er worden nog wat vlekjes weggewerkt of juist opgebracht. We zijn de audio, de video, de verlichting aan het fine-tunen. Heel veel techniek, maar wel op een manier geïntegreerd dat het niet opvalt dat er heel veel techniek zit. En zoals je van de Efteling kunt verwachten, is het een compleet gebied. Het is overal doorgevoerd, de sfeer. Er is een winkel, er is zelfs een toiletgebouw helemaal in stijl, de laatste hoop. En zelfs daar breekt af en toe die dans macabre door, waardoor je daar ook dat spooky gevoel gaat krijgen. En dat ga je hier overal beleven. Gasten met beperking gaan met hun hele gezelschap de hele wachtreis beleven. Daar hebben we heel veel aandacht aan besteed. We hebben echt onderzoek gedaan, we hebben organisaties geraadpleegd en we hebben echt gekeken naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. We zijn hier bij de hoofdentree van de attractie. Hier begint de wachtreis en alle gasten gaan hier naar binnen. En vanaf hier gaan we naar de kruidentuin en door naar het kerkhof. En vanuit het kerkhof gaan we door de grote poort en komen hier in het Huiverwoud terecht. En op dit punt zullen de gasten de keuze kunnen maken waarbij de gast met een beperking met het complete gezelschap deze route kiest. Want vanaf deze route is er een volgende keuze om of zelfstandig te lopen naar de koorbank in de kapel of af te dalen naar het gewelf. In het gewelf vindt de show in een mini-versie plaats waarbij de gast met een beperking samen met zijn gezelschap de show kan beleven. Met een beeldvullend scherm voor je neus. Er is strandgeluid, er zijn effecten, er zit geur, er is verlichting die meedoet met de show. Alleen al het feit dat je bijna in het beeld zit hier, ga je echt het gevoel hebben dat je erin zit. En natuurlijk beweegt hier de vloer niet, maar verder hebben we echt geprobeerd om die beleving zo goed mogelijk hier ook te maken. Angst, de meest heerlijke, meest pure angst, kent gelukkig vele smaak. Ik weet dat jullie soort de schaduwen wil vermijden. Of dat jullie zelfs al kippenvel krijgen van een mysterieus geluid. Maar stervelingen, ik verzeker jullie. De angst die in mijn domein de climax vormt, is zelfs nog vreder en nog genadelozer dan jullie in je ergste nachtmerries zouden kunnen voorzien.
zijn momenteel Dans Macabre volle bak aan het testen. We zijn aan het kijken of de attractie al zijn bewegingen kan maken. We kijken of alle veiligheidsfuncties naar behoren functioneren. En ook zijn we het bewegingsprofiel zelf al echt aan het doortesten. Waardoor we er echt zelf ingaan in de attractie stappen om te voelen wat de attractie doet. Ja, dat doen we echt samen met een stukje showbeleving, muziek, met lichteffecten en bewegingen. Om echt te voelen wat die attractie nou doet en wat de gast daaraan gaat beleven. De attractie Dans Macabre is gebaseerd op het symfonisch gedicht van Dans Macabre. En toen is het idee ontstaan om echt letterlijk te gaan dansen op de muziek. We hebben een attractie ontwikkeld die het gevoel van dansen op het muziekstuk echt gaat benaderen. Tijdens het ontwerp van deze attractie hebben we uiteraard gekeken naar een stukje duurzaamheid. Zo hebben we uiteraard alle showverlichting in LED uitgevoerd. Maar ook de attractie zelf willen wij zo duurzaam mogelijk uitvoeren. En bij het gebruik van de attractie zelf komt ook best wel warmte vrij. We hebben daarvoor een systeem ontwikkeld wat die warmte kan hergebruiken om onder andere gebouwen in het park te verwarmen. Ik ben heel trots. Het is ook echt wel even spannend. Want deze attractie is helemaal nieuw en uniek in de wereld. Hiermee hebben we ongekende mogelijkheden. Maar de Efteling zal hem ook echt wel op zijn Eftelings gaan gebruiken. Waardoor we daar een prachtige, griezelige show van gaan maken. Waarin mensen echt wel even geprikkeld zullen worden en zullen schrikken. Maar waarbij iedereen aan het einde denkt, ik wil gewoon echt nog een keer. Ik voel de onrust die er in jullie harten brandt. De diepe wens om voorbij de sluier van mysterie te mogen kijken. Maar stervelingen, heb geduld. Want spoedig al beginnen we aan jullie laatste reis. Alleen de familie Charlatan is jullie voorgeweest. Aanschouw wat zij in de duisternis hebben ontdekt. Sinds die nacht in de stallen, toen Otto door iets bezeten leek te zijn. Het was in de gaten. Daar sluit ik op wel. Vanaf dat moment ging zijn gezondheid achteruit. Otto werd ziek. Ernstig ziek. En juist toen ik buiten kruiden ging verzamelen om hem te helpen, werden we door iets overvallen. Een wezen. En onwenselijk had Otto meegenomen. Ik volgde het diep het bos in. Het was daar dat Otto meenam in een groot gebouw. Mijn moeder kwam ik dichterbij de oude abdij. Kaarslicht danste daar in een oude kruisgang. Toen zag ik het. Ik wilde er niet naar binnen. Maar ik moest wel. Otto was daar door dat beest mee naar binnen genomen. Toen ik in de abdij kwam, toen begon die muziek weer. Nog veel akeliger en sterker dan eerst. De muziek galmde langs iedere muur. De abdij leek een labyrint van gangen en deuren. En toen ik eenmaal in die grote met schaduwen gevulde kapel kwam, Thank you.